Goedendag, welkom bij FC Rijnmond in quarantaine. Het voetbal ligt stil vanwege de coronacrisis, maar discussie over voetbal is er volop. Dat gaan wij nu ook doen met de Rijnmond-verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bisschop. En onze analist bij FC Rijnmond op vrijdag altijd, Geert den Oude. Mannen, om te beginnen even een rondje. Allemaal gezond? Vooralsnog wel. Gelukkig wel, ja. Nou, ik ben zelf al een week of vier mijn reuk en smaak kwijt. Van hetgeen wat ik eet. Dus wellicht heb ik kleine symptomen. Maar voor de rest voel ik me prima. En ik hou verder afstand. Ik ben vooral thuis. Dus voor de rest gaat het prima. Oké. Okay. Nou, zoveel mogelijk thuis blijven. Hè. Dat is inderdaad voor nu even het belangrijkste. We gaan praten over de belangrijkste bijzaak. Het voetbal. Gaat er nog gevoetbald worden? KNVB heeft gisteren in een conference call met de Eredivisieclubs afgesproken het nog allemaal nog even aan te kijken en de ambitie uit te spreken in het weekend van 19 juni weer te willen gaan voetballen. Dan zouden de clubs zo half mei weer moeten gaan trainen. Dennis, bij jou om te beginnen maar even. Hoe realistisch is dat wij media juni weer Eredivisie voetbal hebben? Nou, op dit moment vind ik het erg onrealistisch. Ik snap de ambities en de wens bij de KNVB, die begrijp ik nog steeds wel. Hoewel er na hun bijeenkomst van gisteren maar erg weinig nieuws in zat om weer mee naar buiten te komen. Want eigenlijk wisten we dit standpunt al. Ik begrijp dat standpunt wel, maar ik vind het eigenlijk niet realistisch. Ik verwacht niet dat burgemeesters toestemming gaan geven voor wedstrijden. Ook niet zonder publiek, omdat je weet, er zijn een paar clubs in Nederland. Feyenoord is er daar eentje van. Ja, die fans gaan echt niet thuis zitten terwijl hun club bijvoorbeeld tegen Ajax speelt. Dus ik denk dat ook Abu Talib daar waarschijnlijk helemaal geen goedkeuring aan gaat geven. Nee, nou de burgemeester van Eindhoven die heeft al gezegd, hè, van ik sta niet toe dat de wedstrijden van PSV in Eindhoven worden gespeeld. Sinclair, waarom denk jij ook waarschijnlijk dat het uiteindelijk niet gaat gebeuren? Nou, omdat waarschijnlijk ook de maatregelen die tot nu toe zijn genomen, er zullen wel wat maatregelen afgeschaald worden. Maar over het algemeen, ja, grote bijeenkomsten, dat gaan we echt nog niet deze zomer voor elkaar krijgen. En dan is het echt, het lijkt ver weg, maar juni is gewoon kort dag. Dat ga je dat zeker nog niet regelen. Dus net als Dennis zegt, ik verwacht niet dat de burgemeester zijn toestemming voor gaan geven. Er zitten zoveel haken en ogen nog aan om dit voor elkaar te gaan krijgen. Dus nee, wat mij betreft, ik denk dat je moet inzetten op gewoon weer een normale competitie te starten in augustus. Dat dat al heel ambitieus is. Want ja, als je de virologen mag geloven, is de kans dat we een wedstrijd gaan krijgen met een vol stadion, dat kan in 2020 nog wel eens een utopie zijn. Kortom, gewoon een competitie opstarten zonder publiek in augustus zou ik al een heel ambitieus doel vinden. Ja. Geert, wat denk jij als voormalig voetballer? Zouden de voetballers van nu eigenlijk nog wel willen? Voetballers willen altijd voetballen. En of dat nou even liefst met publiek natuurlijk, maar als het zonder moet, dan moet het zonder. En ik denk ook dat de KNVB ook inderdaad moet proberen zoveel mogelijk optimistisch te blijven. Omdat ik denk dat het beste is wat we kunnen doen, is gewoon zo snel mogelijk proberen te voetballen. En dat wil ik niet zeggen dat we alle adviezen moeten negeren, helemaal niet. Maar voor de economie, voor de mensen zelf, op het moment dat er weer wat kan, moeten we gewoon zo snel mogelijk weer wat gaan doen. Want ik zeg altijd, thuis gaan de meeste mensen dood. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je deze situatie hebt, we moeten gewoon nu in quarantaine blijven. Hey, doe dat gewoon allemaal. Maar van tevoren zeggen, nou, we gaan alles al vooruitschuiven, niet gaan doen. Dat vind ik niet verstandig. Nee. Nee. Laten we mannen eventjes nog even proberen nader te duiden waarom de KNVB nu toch nog altijd niet zegt, we stoppen gewoon. Daar waar Ajax vorige week, PSV en AZ in het kielzog daarvan al aangaven, ja, de Eredivisie is dood voor ons, hoeft het allemaal niet meer. Feyenoord was daar wel uiteindelijk ook uitgesproken over. Nee, wij wachten wel af wat de KNVB en uiteindelijk de richtlijnen vanuit de overheid zullen zijn. Maar waarom zegt de KNVB nou niet, we stoppen gewoon en proberen ze het nog altijd in leven te houden? Wat zijn daarvoor de belangrijkste argumenten? Nou ja, geld is het belangrijkste argument, Bart. Ik bedoel, de UEFA dreigt ook met sancties. Hè? Misschien wel niet mogen instromen in Europees voetbal. Ik weet niet hoe heet de soep gegeten wordt. Maar op dit moment snap ik de KNVB wel dat je daar voorzichtig in bent. De UEFA wil uiteindelijk een besluit wellicht gelijk voor heel Europa nemen. Ook met oog op de start van het volgende seizoen. Hoe ga je dat allemaal regelen? Ja, mensen moeten ook een beetje geduld hebben. Ik zit een beetje hier tussen Sinclair en Geert in. Ik begrijp heel goed het standpunt van de KNVB. Dat de wens er is om zo snel mogelijk weer te spelen, die begrijp ik heel goed. Alleen, ja, of het realistisch is, daar heb ik sterk mijn vraagtekens bij.
Ja, even over dat. Het is ook niet zo erg dat het... Het is ook niet erg dat het nu niet per se realistisch is. Die vraag, alles op dit moment is... Wat is de prijs van de vis van vandaag, weet je? En wat het morgen is, dat zien we morgen wel. Dus alles wat we nu bespreken, hoe realistisch wij denken dat het ook is... dat kan over twee dagen weer anders zijn. Dus ik vind gewoon dat de KNVB en dat UEFA alle opties moet openhouden... om op die manier gewoon te kunnen zeggen... hey, luister, we gaan per week of per twee weken gaan we bekijken... En op het moment dat iets niet haalbaar is, kijk, als op het moment dat u even gaat zeggen het Nederlandse voetbal mag niet meedoen, omdat ze de competitie stoppen, en de Fransen doen het wel en de Engelsen niet, ja, dan heeft UEFA ook verder geen draagkracht. Dus UEFA die zal ook binnen heel Europa draagkracht moeten gaan krijgen, ja. Want anders kunnen ze ook niet uitvoeren wat ze willen. Nou ja, wat de KNVB natuurlijk doet is het scenario voorbereiden. Het is misschien een niet realistisch scenario, maar mocht het uiteindelijk door de overheid, door het RIVM, worden toegestaan om voetbalwedstrijden, waarschijnlijk zonder publiek, te spelen, precies, dan moet er wel een draaibroek klaar liggen. Dat is wat de KNVB doet. Terug naar dat geld wat Dennis net al even aanhaalde. De grootste ader in het voetbal waar het gaat om geld is tv-geld. En klopt het nu dat Fox, degene die de live-rechten heeft in Nederland, alleen betaalt als er daadwerkelijk gevoetbald wordt en er alleen door overheidsbesluit wordt besloten om dat niet meer te doen. Als dus clubs zelf zeggen, of de KNVB, we voetballen niet, dan heeft Fox geen betalingsverplichting meer. Ja, en dan haal je die levensader natuurlijk uit heel veel clubs, hè? Ja, in eerste instantie was het eigenlijk wel nobel dat Fox eigenlijk gelijk zei, ploegen hoeven zich niet zorgen te maken. Want in andere landen is dat niet zo dat de zendgemachtigde gaat betalen. Dus Nederlandse clubs rekenden zich al rijk. Maar ja, nu heeft Fox wel gezegd, ja, als dan al die ploegen maar in één keer in koor gaan roepen, we gaan niet met die competitie door. Ja, dan is het niet 1, 2, 3 gezegd dat we dat geld maar overmaken. En dat moet de club zich wel realiseren. En ze willen dus die competitie, Dennis zegt het al aan, voor geld, maar ook voor allerlei sponsors die misschien wel zeggen van, hey, ik heb voor een x-bedrag een naam op een shirt laten zetten, wel voor zoveel wedstrijden. Wat doen seizoenkaarthouders? Willen die eventueel geld terug omdat ze niet gecompenseerd worden? Mensen die kaartjes hebben gekocht. Zo zijn er zoveel claims die eventueel kunnen komen, dat de KNVB inderdaad onderzoekt, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we dadelijk niet nog meer verlies gaan leiden in deze branche? Aan de andere kant gaan wij nu wel weer allerlei dingen verzinnen waar ook weer haken en ogen aan zitten. Hè? Want wat doe je dadelijk als er in juli gevoetbald gaat worden met contracten die normaal gesproken afgelopen zouden zijn in juni? We hebben ook een aantal voorbeelden van spelers die al bij andere clubs hebben getekend. Dus er zitten echt nog zoveel haken en ogen aan waar ook nog allerlei claims gaan komen. Nu wil de KNVB eventueel de competitie af gaan ronden en een week daarna alweer de voorbereiding starten voor een nieuwe competitie. Ja, daarvan zeggen de clubs ook van, dat is helemaal volgens onze CAO niet mogelijk. We hebben recht op meer vakantie. Dus ja, het is een ambitieus plan. Maar daar komen allerlei partijen die dan weer belangen hebben, die dan gewoon ook weer zeggen dat als we dadelijk misschien wel groen licht krijgen van het RIVM en de overheid dat we kunnen voetballen, zijn er dan toch wel weer rechtszaken die misschien wel komen om uiteindelijk toch nog roet in het eten te gooien. Ja, terug naar het financiële belang. We hadden het over tv-gelden. Andere levensader van iedere club is natuurlijk de sponsoring. Hoe nijpend gaat de huidige economische situatie voor een club als Feyenoord en Sparta worden? Want het MKB bijvoorbeeld heeft het natuurlijk heel zwaar. Er zijn veel clubs die zich hebben gelieerd aan Feyenoord en Sparta binnen het MKB. Hoe ernstig kan die situatie worden, Dennis? Nou, Feyenoord kan wel wat klappen opvangen nog. Bij Sparta, Excelsior Dordrecht, je ziet de schaal naar beneden. Kan dit wel echt gewoon een probleem zijn? Omdat sowieso in ons land gaan de economische problemen in heel de wereld, die gaan natuurlijk fors worden. En dat heeft zijn impact op die sponsoren. En die hebben wel even andere dingen aan hun hoofd dan een voetbalclub sponsoren. Dus dat zal nog niet dit seizoen zijn, maar wel in de komende jaren, het komend seizoen, wordt bij sommige clubs ook al verwacht. Van ja, wat gaat daar gebeuren op dat gebied? Dat werkt allemaal weer door. Ja. Geert, hoe is het op jou overgekomen de afgelopen dagen dat de Nederlandse topclubs, en daar rekenen we AZ in dit geval ook bij, het niet is gelukt om met één mond te spreken? Dat was wel afgesproken, maar ja, Overmars, de TD van Ajax, heeft dat verbond een beetje geschonden. PSV en AZ zeiden, wij staan ook achter het standpunt van Ajax. Feyenoord duidelijk niet. Hoe is dat allemaal op jou overgekomen? Nou ja, dat is wel bijzonder. Hè? Als je eerst kijkt dat ze eigenlijk met z'n vieren het over eens waren. En vervolgens komt Mark Overmars impulsief toch naar buiten. Ja, dat is gewoon niet slim en dat is ook heel amateuristisch.
En je kan het die vier clubs met z'n vieren verwijten en waar dan precies iets misgaat. Want Mark Overmars zal het misschien niet voor niks doen. Die was misschien met z'n vieren het er al niet over eens, terwijl hij wel zei van wel. Dus het is gewoon ja, als directeur van Ajax om op die manier zo naar buiten te komen zonder te overleggen met je collega's is gewoon een hele zwakke zaak. En dan zie je ook maar weer dat elke club, en dat is aan de ene kant ook best wel logisch, zijn eigen belangen heeft. En dat ondanks dat iedereen uitspreekt van joh, we zijn solidair aan elkaar, dat er nog heel veel eigen belangetjes zijn. En dat, dat is wel heel erg jammer. Ja. Sinclair, wat is de reden dat Feyenoord zich niet achter Ajax, PSV en AZ scharen? Ja, omdat Feyenoord denk ik wel al door heeft gedacht van ja, als wij inderdaad die stekker eruit halen, ja, wat heeft dat dan voor consequenties? Als daar ook inderdaad de UEFA zegt van oké, dan geen vertegenwoordiger in het Europese voetbal, dan snij je jezelf toch in de vingers. En als Fox zegt, dan betalen wij niet. Kijk, op het moment, ik denk dat ze bij Feyenoord ook wel realistisch zijn en dat ze weten dat de kans dat we in juni gaan voetballen echt wel klein is. Maar onderzoek het in ieder geval. Laat in ieder geval wel proberen om, stel dat het mogelijk is, dat je dan wel klaar bent. En dat je dan altijd tegen Fox, tegen sponsors en tegen de UEFA kan zeggen, nou, we hebben er wel alles aan gedaan. Het mag niet of het kan niet. En ik denk dat dat bij Feyenoord... En laten we ook eerlijk zijn, elke ploeg kijkt nu naar zijn eigen belang. Want ja, Ajax heeft er belang bij dat die competitie stopt. Feyenoord eigenlijk niet. En zo hebben ADO Den Haag en RKC waar ook haantje ervoor stond gelijk te zeggen, kap maar die competitie. Ik ben benieuwd, als zij wat plaatsen hoger stonden en andere ploegen daar stonden, wat dan de mening was. En daar moet je een beetje doorheen prikken soms. Want feit is dat iedereen het erover eens is, als het ongezond is of het kan niet, dan moet er niet gevoetbald worden. Maar je merkt wel precies welke clubs de eigen belangetjes op dit moment hebben. En die zeggen het hardst van stoppen of juist doorgaan. Ja, en heeft het er misschien ook iets mee te maken dat de directeur van de KNVB de voormalig directeur van Feyenoord is, Erik Gudde, dat dus Feyenoord hem niet zo snel zal afvallen? Nou, ik zou het eerder bij Groningen willen denken. Groningen en Vitesse zijn de twee ploegen die absoluut door willen gaan, hoe dan ook. De rest is een beetje neutraal of wil niet doorvoetballen. Nou, bij Groningen zit natuurlijk de zoon van Wouter Gudde. Dus dat zijn allemaal belangetjes die op de achtergrond meespelen. Maar we hebben het ook in de media. Je ziet de duidelijke trend bij de Telegraaf. Die lijken wel een voordeeltje bij te hebben door een beetje het Ajax-standpunt maar als een soort evangelie te verkondigen. Ja, en zo proef je eigenlijk dat iedereen het belang heeft. Terwijl als je heel reëel kijkt, is denk ik ieder weldenkend mens erover eens dat het voetballen waarschijnlijk een utopie is om dat te denken. Maar ja, je moet wel en over na gaan denken, wanneer kunnen we dan wel weer gaan voetballen? En wel alle scenario's en plannen klaar hebben. En dus wel waken dat je niet straks een enorme claim aan je broek krijgt, omdat je zelf al heel vroeg de stekker eruit hebt getrokken. Maar als het belang in Europa vooral ligt, hè, vooral voor die topclubs. Kijk, we zijn het erover eens. Ik neem aan dat je gewoon de stand nou uitspeelt of niet. Je houdt een stand aan en niemand degradeert en niemand wordt officieel kampioen. Alleen je zal met UEFA, alle bonden binnen Europa zullen met UEFA moeten gaan praten en daar één standpunt gaan vormen. En wat ik net zei, het kan niet zo dat Duitsland zegt, oké, wij vinden het niet erg dat onze eerste clubs niet aan de Champions League mee mogen doen, omdat wij eruit gooien en Nederland wel en zo. Dat gaan die sportbonden, die nationale bonden onderling ook niet met elkaar accepteren. Die willen denk ik ook wel met één mond zeggen, oké, dit gaan we doen. Ja, kijk, in de UEFA zal waarschijnlijk uiteindelijk leidend zijn. En de UEFA staat ook weer onder druk door landen als Engeland en Duitsland, waar ze nog veel meer afhankelijk zijn van tv-gelden, in de zin van die tv-gelden zijn nog veel forser. Dus die grote buitenlandse clubs die zetten de UEFA onder druk van ja, zorg er nou voor dat we kunnen blijven voetballen. En en passant is de KNVB de UEFA aan het volgen en zo blijven we in de impasse zitten waar we nu zitten. We hebben het net gehad over de economische schade die er kan komen. Dennis, wat gaat dus de consequentie zijn voor de marktwaarde van spelers? Steven Berghuis, om maar even te noemen. Wat gaat die waard zijn na deze crisis? Nou ja, ik voorspel of ik verwacht dat er sowieso wel een soort nivellering in de voetballerij gaat komen. Dat de bedragen misschien wel wat normaliseren. Hè? Dat bedragen die opeens normaal zijn gaan vinden de afgelopen jaren. Dat in de nieuwe werkelijkheid na het coronavirus dat helemaal niet meer zo gewoon is. Omdat ook die allergrootste clubs die met die mega bedragen smijten, die worden nu keihard geraakt. Ja, kunnen ze dat straks nog betalen? Kun je dat sowieso maken? Sinclair heeft dat eerder in onze vorige aflevering heel terecht gezegd. In Italië en Spanje, waar we echt de meest verschrikkelijke verhalen horen. Waar alle Europese ministers van Financiën gaan ook geld pompen richting die landen. En dan zou er een voetbal
voetbalclub in een van die landen zijn die dan zo'n soort bedrag, wat daar gewoon in die zorg gepompt moet worden, voor een speler uitgeeft, kan het me haast niet voorstellen dat dat straks weer gaat gebeuren. Dus om jouw vraag te beantwoorden, Bart, ik verwacht dat het een erg luwe transferzomer gaat worden. Nog los van al die contractstatus en alle onduidelijkheid die er is, denk ik gewoon dat er niet al te veel gaat gebeuren deze zomer. Nee, nou ja, en als het dan toch bij Berghuis blijven, Geert, voor mij zei Sinclair dat vorige keer ook in deze quarantaine aflevering, dat er komt nu volgend jaar een Europees kampioenschap in juni 2021. Ja, laat Berghuis nou maar gewoon lekker bij Feyenoord blijven. Dan staat hij in ieder geval nog een jaar, als we weer gaan voetballen, goed in de picture. En maakt hij zijn kans op deelname alleen maar groter, toch? Ja, en daar komt weer een belangetje voorbij, hè? Een belangetje van Berghuis, ja. En zo kunnen we nog heel veel... En beloof van Feyenoord in dit geval, hè? Ja, tuurlijk. Maar, en dat mag ook in deze. Maar ik denk dat je alles moet zien in het feit dat het heel vervelend is dat dit er is. En dat we proberen zo weinig mogelijk in belangen moeten denken. En het liefst zetten we natuurlijk de tijd stil en schrijven we alles een jaar op. Wat ook nu gebeurt. En voor Feyenoord, weet je, is het prima als Berghuis blijft. Voor het Nederlands elftal is het mooi, want alle jongens zijn dan weer fit waarschijnlijk. En zo kunnen we natuurlijk nog even doorgaan. Hè? We hebben natuurlijk nog Bergwijn en we hebben nog Depay. Weet je, dus ja, weet je, elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Alleen, ja, dan wordt het EK in dit geval, is maar ondergeschoven kindje. Weet je, dat is voor niemand eigenlijk meer belangrijk op dit moment. Nee. Nou, wat betreft die fitheid van spelers, heb ik dan wel weer wat voorzichtigheid. Want je zegt terecht, dan is misschien iemand als Memphis en Malen zijn dan wel weer fit. Maar ja, we zijn dan ook weer een jaar verder. En dan kan bij wijze van spreken Virgil van Dijk zijn enkel hebben gebroken. We hopen het allemaal niet, maar die kansen blijven natuurlijk aanwezig. Wat zijn de berichten, Sinclair, bij Sparta, hoe die hierin staan? Want Henk van Stee, de technisch manager, die is ook best wel uitgesproken, hè? Ja, nee zeker. We wilden ook deze week ook nog bij Sparta langs. Maar Sparta houdt toch ook de boot af. Wacht ook een beetje af wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar ook wat er eerder al aangegeven werd. Clubs als Sparta, Excelsior en Dordrecht, die worden echt wel geraakt. Hè? Die zijn ook bang wat er volgend jaar gaat gebeuren. Qua sponsorinkomsten, et cetera. Kijk, Feyenoord zou het nog wel kunnen opvangen. Zeker als ze nog Europees gaan voetballen. Maar ja, nu moet je echt een plan B gaan hebben als club. Om er echt voor te zorgen dat je niet in de problemen gaat komen. En ja, bij Dordrecht is bijvoorbeeld het verhaal dat we eigenlijk al wisten dat het heel moeilijk zou worden om betaald voetbal daar te bedrijven. Ja, met zo'n klap eroverheen zou dat wel eens de genadeklap kunnen zijn. Verwacht ik overigens niet bij Excelsior en Sparta meteen. Maar je moet nu echt goed beleid gaan voeren. Geen dure jongens meer binnen gaan halen. En echt ervoor zorgen dat je niet in de problemen komt. Nee. Goed, we gaan dat allemaal volgen. Tot zover deze FC Rijnmond in quarantaine. Dennis, Geert, Sinclair, hartelijk dank weer. Ja. Blijf gezond, blijf thuis, blijf een beetje lachen en een beetje filosoferen over voetbal. Dat doen we wel hoor. Ja. Daarom, en dan hoop ik jullie snel weer in een goede gezondheid te treffen. Dank allemaal en ook u dank voor het kijken. Dag! Yo.